ik heb besloten dat ik mijn haar ga verven. En nu weer tijd voor allemaal van die dingen. Maar goed, overleef het ook wel. Weet je de weg nog? Ja, we gaan zo dan. Hier het bochtje om. Oké, gaan we doen. We hebben het weer gedaan. Ik kan echt meedoen aan het nationale kampioenschap puzzelen, denk ik. Het is dinsdag en we moeten haasten, want we lagen allebei zo diep in slaap. Dus we hadden een beetje opstartproblemen. Ja. Ik was beeldig, maar die opschieten. Ja, maar die wilde ook al niet wakker worden. En je wilde niet opschieten, inderdaad, dat ook. Dus ik ben nu snel Sarah er pauzapje aan het maken. En we hebben weer dat geweldige nummer Harry. Want Sarah kan niet zonder dat nummer meer functioneren, geloof ik. De outfit trouwens van vandaag, deze top van Friends Connection als het goed is, broek Levi's, laarsjes van Doen. Ik heb geen sieraden in en vanmiddag moet ik natuurlijk andere schoenen weer aan, want dan gaan we weer lopen. Onderweg naar school. Ik heb besloten dat ik mijn haar ga verven. Normaal doe ik dat eigenlijk altijd bij de kapper. Alleen, ik had een tijdje geleden, net toen de kappers dicht gingen, had ik deze al gekocht. Dus die heb ik toch nog staan. Dus nu had ik zoiets van, weet je wat, laat ik die dan ook nog gebruiken. Anders staat die ook maar ongebruikt in de kast. En mijn haar kan wel weer even een kleurtje gebruiken, want het is hier een andere kleur dan hier. Ik weet niet of je dat, of de camera dat zo goed oppakt. Dus ik ga dat even in mijn haar gooien. En wat ik dan ook altijd gelijk doe, als sta ik toch te wachten, doe ik gelijk de douchecabine. Ik doe de douchecabine altijd als ik aan het douchen ben. Want dat is het makkelijkst. Dan ben je toch al nat en alles. Dan hoef je ook niet te maken met je kleding. Dus ik weet dat meer mensen dat doen. En sommige mensen vinden het heel raar dat ik altijd de douche schoonmaak als ik onder de douche sta. Maar nu kan ik die verf in mijn haar doen. Of in ieder geval, ik spuit zo de douche in. Dan doe ik de verf in mijn haar. Dan ga ik vast in de douche. Ga ik de hele douche doen. Dan gaat mijn wekker, dan kan ik mijn haar gaan uitspoelen en dan ben ik in één keer klaar. Oké, de verf zit erin. Dus ik ga mijn wekker zetten en dan ga ik de douche aanzetten. En dan ga ik dat allemaal eventjes doen. Timer, geen stopwatch. Het zit er helemaal in. In ieder geval nee, het is eruit gewassen. Het is nog heel erg nat. Ik zit even te twijfelen of ik het föhn of dat ik het lucht laat drogen. Feunen is natuurlijk aan de ene kant fijner, maar mijn haar gaat altijd zo pluizen van feunen. Zelfs als het kapper het doet hoor, dan krijg ik nog altijd dat het daarna heel snel gaat pluizen. En als ik het lucht laat drogen, heb ik dat altijd wel minder. Ja, aan de andere kant vind ik ook mijn haar niet echt nat. Ik heb daar geen zin in. Even kijken of het lukt om het op aan te doen met handdoek. Nee. Maar ik wil hem eigenlijk wel even erom houden, omdat het nog een beetje druipend is. Maar oh. Het is nu natuurlijk nat, dus nu zie je sowieso niks aan mijn haar. Maar borstel. Deze is wel fijn, deze gaat er echt zo makkelijk doorheen. Kelly zei het zaterdag ook al, die was natuurlijk mijn haar aan het doen. Ik bleef alleen niet zitten door mijn half uitgegroeide bol. Maar hij gaat er zo makkelijk doorheen. Hij is echt fijn. En zij heeft hem natuurlijk ook. En ik vind hem ook echt heel fijn. Ik weet niet eens meer waar we hem gekocht hebben. Maar hij is wel echt heel vet. Dat is echt de meest simpele borstel ever. Ja, ik krijg gelijk allemaal haar wat eruit valt. Op. Zo. Nou, hopen dat het overal goed gepakt heeft. Want ik vind altijd als ik deze lengte heb. Eén pakje is heel krap aan, maar twee is zoveel te veel dat het echt zonde is. Maar wat ik dan vaak doe, als ik het dan geverfd heb, dat ik het over 2 weken of zo gewoon nog een keertje doe. Dan pakt en die kleur gewoon mooier. En als je dan een stukje vergeten bent, pak je die gelijk bij. Dus dat scheelt. Dus ik denk dat ik het even in mijn agenda zet. Dat ik rond die tijd het gewoon even een tweede keer doe.
Want dat vind ik altijd mooier. En dat is echt weer wennen. Want ik heb zo lang eigenlijk dat ik mijn haar niet meer echt zelf verf. Dat de kapper het altijd doet. En dan spreek je gewoon af daar natuurlijk. En dan wordt het allemaal geregeld. En dat is veel makkelijker. Ik moet nog wat dingetjes doen. Even kijken wat ik nu ga doen. Nee, ik ga eerst denk ik even wat eten. Het is ondertussen al bijna 11 uur. En ik heb vanochtend een appel op. En dat was het. Even mijn ringen pakken. Oh ja, dat zag ik ook. Kijk, het is helemaal verf. Door die handschoenen heen op de een of andere manier. Op mijn vingers gekomen. Maar ik kon er geen gat in ontdekken, dus heel vaag. Ik heb lekker brood met ham gemaakt, geroosterd brood en thee. Ik word een beetje gek. We zijn daar, daar en daar aan het klussen. Jullie zullen het wel niet horen, maar het is echt de hele tijd alleen maar drrrr en drrrr en weet ik veel wat allemaal. Dus ik ga denk ik zo de muziek hard aanknallen, dat ik er helemaal niks meer van hoor. Mijn haar staat zo een beetje aan het drogen. Dus het is net wat donkerder, maar niet heel veel. Maar wel weer wat egaler. En die onderkant is als het goed staat niet meer rodig. En dat wilde ik er vooral uit, dat kleurverschil. Maar volgens mij heeft het wel redelijk gepakt, moet ik zeggen. Maar ik kan het pas echt zien als het helemaal droog is. En ik heb natuurlijk besloten uiteindelijk om het te laten luchtdrogen. En nu weer tijd voor allemaal van die dingen. Ik ben nu bezig sokken bij elkaar zoeken. Dat is altijd zo leuk, want dan heb je sokken die op elkaar lijken, maar toch weer niet hetzelfde zijn. En oh, ik weet wel, sokken bij elkaar zoeken. Het enige wanneer ik het leuk vind als ik het samen met Sarah aan het doen ben. Want dan is het altijd gezellig en dan zitten we te kletsen ondertussen. Dan vind ik het echt leuk. Maar verder, echt een van mijn grootste nachtmerries sokken. De bovenboel is weer aardig opgeruimd. En mijn haar, ik vind het wel leuk. Het is een stuk donkerder. Als ik het nog één of twee keer was, is het wel iets lichter. Maar het rode is eruit. En dat kleurverschil. Sommige stukken zijn nog wat vochtiger. Dus die zijn wat donkerder dan andere. Maar ik ben er wel happy mee. En sowieso hou ik ervan als mijn haar weer lekker donker is. En dat is het nu wel. En ik heb honger. Dit keer ga ik voor fruit. Lekker appeltjes met weer thee. Ik ben goed bezig en het leuke is, ik heb voor op deze muur heb ik wat besteld. Want ik heb eigenlijk helemaal bedacht hoe en wat ik het wil. Dus dat zal overmorgen, dacht ik, geloof ik, komen. En ik ga nu mijn laatste thee voor deze dag overdag drinken. Want we moeten daar lopen. En als ik heel erg veel thee drink, moet ik ook heel erg veel naar de wc. En dat vind ik niet handig als we anderhalf tot twee uur buiten lopen. Maar daar baal ik wel van, want ik drink nogal graag mijn thee, zoals iedereen weet. Dus, maar goed, ik overleef het ook wel. Onderweg naar school. En ik mis een beetje het zonnetje. Want we gaan daar natuurlijk heel veel lopen. Gisteren was het eerst heel raar weer, maar daarna hadden we echt lekker wel een zonnetje het meest van de weg. En die zie ik niet, helaas. Dus ik ga heel hard hopen dat die zo nog gaat schijnen. Maar het is droog, dus ik mag niet klagen. Erg. Ik heb die meiden opgehaald. Maar het lijkt dan wel zwart zo. Terwijl het niet zwart is. Maar goed. En ik zei, we hebben nog even 5 minuutjes voordat jullie klaar moeten maken en dat we gaan lopen. Maar ze ook gelijk naar boven gerend. Oh, 5 minuten spelen. En weg waren ze. Dus dat ging heel snel. Kijken. Hier zit niks meer in. Hè? Moet even goed kijken, want Mila heeft de spullen en ik heb met Sarah een rugzak dat alles wel meegaat. Even kijken, hier zit het dingetje. Maar gisteren werd Mila gek van deze. Dus ik denk dat ik hem zo weer op mijn buik hang. En nu even wat lekkere dingen nog in de tas. En ik denk dat Mosje mij appt. Want ik zou eigenlijk even heel snel een retourpakketje weg gaan brengen. Niet eens van mezelf. En nog wat op de post doen. Maar dat was ik net vergeten mee te nemen. En ik heb geen zin om heen en weer te gaan lopen. En ik had gezegd dat we iets laat zouden zijn. Maar ja. Aangezien dat dan waarschijnlijk morgen wordt, ben ik dus nu juist vroeger. Wij zijn weer aan de wandel. Dus met Mila, Marcia, Vajen, Sarah. Kom maar deze kant op, mop. Dit is niet het kruispunt wat ik zei. Ja, dan ga je een klein stukje rennen. Hoi. Ja, mag ik niet op mijn gang. Nou, omdat het daar dood loopt en dan sta je op een weiland in je eentje. Weet je de weg nog? Hier het bochtje om. Oké, gaan we doen. Wat is dat? Lindy, kijk eens, schat. Dan kan je wat zeggen. Hoi. Hoi. Mila, wil jij geen mentos?
Nee. Mila, van je net volgende pakje voor je been. Wil je komkommer? Ja. Nou, we hebben allemaal ganzen die meelopen. Gaan jullie mee? Avondagse lopen. We hebben net hele schattige babyzwaantjes gezien. Als je wel veel wil vertellen, moet je de camera eigenlijk omdraaien naar jezelf. Ja. Vertel het maar. We hebben net hele schattige babyzwaantjes gezien. Die waren leuk, maar het waren gansjes, hè? Ja, schattig. Babyganzen. Die zien we minder vaak dan babyzwanen. Ja. Maar een zwaan ging naar mij blazen. Ja, ik ben zo goed bezig. Hoe dan? Oh, dan moet ik ook mijn geluid maar aanzetten. Dan krijg ik wel een applaus. Dit is voor ons. Ja. Buig maar even. Graag gedaan. Graag gedaan. Nee. Ja, ook jij. Hey, Sarah. Ja, finish de kamer. Finish. Goed zo. We hebben het weer gedaan. Yay. En ik heb denk ik zo een betere plek. Ja. En ik kan gelijk gaan koken. En ik baal van Marco is dus elke keer er niet met eten precies deze week. In verband met zijn werk. Dus ik mag elke keer zelf koken. Oorspronkelijk was het idee dat hij dan zou koken deze dagen. Omdat het dan niet zo laat wordt. Normaal ben ik al bijna klaar zeg maar met koken rond dit tijdstip. Maar ja, soms loopt het leven iets anders. We hebben net gegeten. Ik in ieder geval met die meiden. En toen ben ik Sarah naar bed gaan brengen. En nu ga ik heel snel proberen te editen voordat de picknick komt. Maar het is wat later, dus ik twijfel of het gaat lukken. Ik ben in ieder geval mijn laptop al aan het opstarten. En dan even kijken hoe ver ik ga komen. Ik heb de boodschap binnen. Ik heb een lekker aardbeien besteld. Lekker gelijk trekken. En nog veel meer. Ik heb ook wat lekkers vanmorgen besteld. Nu zie ik het niet. Wauw. Ik zit weer gelijk te kijken hoe vaak dit allemaal de koelkast in krijgen. Oh ja, ik heb deze vanmorgen besteld. Dus die gaan we meenemen met de filmpjes vanmorgen. Alleen ik zit nu echt te kijken hoe... Ik heb heel veel in de koelkast, maar ik heb niet zo heel veel ruimte in de koelkast. Dat wordt zo flink dus, hè? Daar echt kijken. Ik weet echt niet hoe ik dit voor elkaar ga krijgen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Het is echt bizar. Maar we hebben natuurlijk weer heel veel om moeten gooien. Omdat Marco's weg dan weer niet uitkomt. Dus het is één grote puzzel. Dit hier. Ik denk dat ik alle aardbeien maar gelijk moet opeten of zo. Want het past gewoon echt niet. Die hier. Ik heb ook geen dingen die ik nu even snel de vriezer in kan gooien, want er moeten alweer andere dingen in. Ik kan echt meedoen aan het nationale kampioenschap puzzelen, denk ik. Dit is zo bizar. Elke keer wil hij niet uploaden, doet hij er super lang over. En ik zet hem aan en deze is in 3 minuten klaar. Mijn vlog staat online. En dat ging een keer snel. En ik wil ook zo snel mijn bed in, dus ik ga mijn laatste thee zetten. En ik deed ook even laatste dingetjes vast. Nu ga ik beginnen met opruimen. Dan hoef ik dat zo niet meer allemaal te doen.
al zo sneu. Ze hadden plantjes, die doen het echt nog steeds niet. En we zijn elke dag aan het kijken. Dus we gaan het nog een paar dagen aankijken en anders beginnen we weer opnieuw. Ik heb er nog een paar. Alles al opgeruimd, alles uit. Ik ga lekker mijn bedje in. En best op tijd. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren. Dat kwam er niet lekker uit. Tot morgen. Doei doei.